welkom bij deze nieuwe video. Vandaag echt een super duper positieve video. Want ik ga het vandaag hebben over de beste make-up van de afgelopen tijd. Ojo, mijn stoel zakte ineens. Oké. Het is vandaag echt fel, jongens. Waarom ben ik zo fel vandaag? Ik weet niet. Maar goed, daar gaat het niet over. Ik heb echt een heleboel goede make-up producten ontdekt, jongens. De producten van vandaag moeten jullie allemaal halen. Grote disclaimer. Dat iets goed is voor mij, betekent helaas niet automatisch dat het 100% voor iedereen goed gaat zijn. Iedereen heeft een andere huid, andere voorkeuren, etc. Maar deze producten vind ik persoonlijk echt heel erg goed. En ik raad ze ook iedereen aan. En ik zal ook goed erbij vertellen waarom ik ze aanraad. Want dan kun jij altijd nog voor jezelf eventjes bekijken of het dan ook iets gaat zijn voor jou. En ik ben er echt heel enthousiast over. Deze video wil ik al eventjes maken. En ik dacht, vandaag is het tijd. Ik ga jullie vandaag vol gooien met goede make-up producten. Dus pak je portemonnee maar alvast bij. Maar goed, laten we gewoon snel gaan beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Dit soort video's maken me altijd zo enthousiast. Want elke keer als ik iets geweldig vind, dan is het eerste wat ik denk, ik moet het aan iedereen vertellen. Oké, laten we gewoon snel beginnen. Een aantal producten hebben jullie misschien al gezien in video's en een aantal helemaal niet. Ik zal beginnen met wat ik nu al gelijk op mijn lippen heb. En dat is deze Cheap Ass Essence Lipstick. De Hydra Matte Lipstick. Deze had ik getest in een video. Ik had echter wel een andere kleur getest. Ik had de kleur 401. Die is zo licht paarsig. Ook echt een hele mooie kleur. Deze had ik ontvangen in PR. En in die video had ik al verteld dat ik deze lipstick geweldig vond. Hij is mat, maar hij droogt niet uit. Hij voelt heel zacht aan. En ik had gezegd dat ik hem ook in andere kleuren wilde gaan halen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb hier de kleur 402. Is een hele mooie nude kleur. Kijk even het verschil naast elkaar. Dit is de perfecte nude. Ik heb hem nou op. En dit is echt, echt de perfecte nude. Kijk even dit. Hij is echt een bruin. Betaalbare nude lipsticks zijn nooit echt nude. Ik vind ze altijd iets te rozig, iets te paarsig. Nooit gewoon die bruine nude. Dit is echt een bruine nude. Ik heb hem nu wel gecombineerd met deze Nabla lippotloodje. Hij vloog uit mijn hand. In de kleur hashtag nummer 5. En dit is echt een perfecte combinatie. Je kunt gewoon combineren met elk bruin lippotloodje die je al hebt. Zo mooi. Ik was zo impressed. Want echt waar, ik vind nooit goedkope nude lipsticks die echt bruin nude zijn. En dat is hier echt. Ik vind het zo mooi. Vooral met mijn huidskleur is dit echt een prachtige kleur. Dus jongens, 402. Als je nog een goede nude zoekt. Deze is echt heel mooi. En ze hebben een heleboel andere kleuren. De andere kleuren zijn ook echt heel mooi. Dus ja, ik raad het zeker aan. Next up is de wenkbrauwen. Ik heb een aantal wenkbrauwproducten die ik jullie echt wil aanraden. Ik ben zo onder de indruk van de Revolution Relove Blade Brow. Dit is een wenkbrauwpotlood van like 3 euro of zo. In ieder geval echt heel goedkoop. Ik heb hier de kleur black. Revolution Relove is een heel betaalbare brand van make-up, Revolution. Echt alles is 6 euro of minder. En deze is zo goed. En hij is ook wel echt black, zoals je kunt zien. Maar ik heb ook brown. Ze hebben een heleboel kleuren. En ik gebruikte altijd de NYX Micro Brow Pencil. Is ook zo'n dun potloodje voor de wenkies. En die was 10 euro. Ik dacht, ik ga op zoek naar iets wat erop lijkt. Maar nog betaalbaarder. Nog goedkoper dan 10 euro. En ik heb het gewoon echt gevonden. Dit is de eerste keer dat ik het vond. Want al die anderen zijn nooit zo goed. Ze zijn te groot, want of te zacht, te creamy. Een wenkbrauwpot, een loodje moet een beetje hard zijn, want het moet de hele dag goed blijven zitten. En ik moet van die neppe haartjes kunnen creëren, dus hij moet ook heel dun zijn. Dit is hoe het potloodje eruit ziet. Hij is niet rond, maar zo plat. Zie je dit? Zo vierkant plat. Wat je kunt doen is dat je dan de platte kant gebruikt om het gewoon zo in te kleuren. Je kunt dan makkelijk en snel inkleuren. En dan als je hem een kwartslag draait, kun je zo van die haartjes maken. Ik zal het jullie laten zien. Kijk, je kunt echt van die hele dunne haartjes maken. Zie je dit? En dan als je gewoon de platte kant gebruikt, dan is die gewoon heel breed. Zie je het verschil? Dus je kunt en gewoon snel inkleuren en die neppe haartjes maken. En dat vind ik hier echt geweldig aan. Ook blijft hij de hele dag goed zitten. Aan de andere kant heb je een spoelie om je haartjes zo mooi op hun plek te zetten. Ik vind hem echt geweldig. En voor die lage prijs raad ik hem zeker aan. Ik heb er al like 5 gehaald of zo als backup. Ik vind hem echt geweldig. Echt fantastisch. Nog iets voor de wenkies is deze. Deze wenkbrauwgel, de Pink Honey Honey Glue in de kleur Cola. Je hebt hem in een aantal kleuren, toch? Cola, ja. Cola. En dit is dus een brow freeze. Zo'n wenkbrauwgel die je haartjes zo omhoog zet. En je krijgt er ook een spoelie bij. Dat vind ik echt geweldig. Ik heb hem ook vandaag gebruikt. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Maar kijk eventjes hoe mooi al mijn haartjes omhoog staan. Ik wou maar dat jullie het konden voelen. Het zit helemaal goed vast. Ik vind hem echt geweldig. Je hebt een aantal kleuren en ze doen allemaal iets anders. Ik ben gegaan voor cola, want die tint ook een beetje. Die laat een beetje een bruine tint achter. En dat vind ik heel fijn. Wat je moet doen is, je pakt gewoon jouw spoelie en je doet hem zo in het gat.
in het gat. En dan zo draaien. En dan pakt hij het op en dan zo in je wenkies. En echt mensen, je wenkies blijven de hele dag omhoog staan. Let wel op, maak je spoelie nat. Ik maak hem gewoon altijd nat met wat fixing spray. Als je hem niet nat maakt, doet hij echt niks. In het begin wist ik het niet. Ik ging er gewoon zo droog in. En hij pakte niks op. Hij bracht niks aan. Ik dacht echt, wat is dit? Want hij is ook heel opgehyped op TikTok. En ik had echt iets van, waarom hypt iedereen dit op? Hij is helemaal niet goed, dit, dat. En toen zag ik online dat je hem dus nat moet maken. Dus doe dat echt. En dat maakte een wereld van verschil. Oké, ik moet echt een beetje rustiger praten. En dat maakte dus echt een wereld van verschil. Gewoon zo erin gaan, aanbrengen. En je wenkies staan omhoog, vastgezet voor de hele dag. Echt een goed product. Dan ga ik verder met nog iets voor de lippen. Deze lipgloss van Maybelline. De Lifter Gloss. Hij is al heel opgehyped op TikTok ook weer. En ik vind hem geweldig. Ik had hem gebruikt in een video. In de video vond ik hem al heel goed. Ik heb de kleur 005 Petal. Ik heb hem nou echt al heel vaak gebruikt. En elke keer weer werd ik meer en meer verliefd op dit product. Wat vind ik er zo fijn aan is dat het echt gewoon een lipgloss is. Maar met heel veel pigment. Normaal moet ik ingaan met een lippotloodje. Een lipstick eronder. Dus 2-3 producten voor één gloss. Deze gloss kun je gewoon op zichzelf alleen aanbrengen. En dat vind ik heel fijn. Ik hoef niet een lipstick eronder te doen. Ik hoef niet nog in te gaan met een lippotloodje. Helemaal niks. Hij brengt gewoon helemaal strak aan. Ik ga hem gewoon eventjes aanbrengen om het jullie te laten zien. Af en toe heb ik gewoon geen zin om in te gaan met 3 producten voor één liplook. Kijk even hoeveel pigment. En dit is ook echt de perfecte kleur voor mij. Want het is letterlijk gewoon mijn lipkleur. Maar dan als een gloss. Kijk hoe mooi, jongens. En het lijkt nou letterlijk alsof er een lipstick onder zit. Of wat dan ook. Terwijl het is gewoon letterlijk alleen maar deze gloss. Ik vind hem echt fantastisch. Ik zal hem ook even swatchen op mijn hand. Dan zie je hoeveel pigment het heeft. Zie je dit? Het is letterlijk een lipstick lipgloss in één. Ik vind het echt fantastisch. En de applicator is ook heel fijn. Want je kunt zo'n hele rechte lijn aanbrengen. Dus ook geen lippotloodje. Ik vind het zo makkelijk, snel. En vooral gewoon snel. Dat vind ik heel fijn. Je brengt gewoon aan en je bent klaar. Dus het is heel makkelijk. I love it. En hij zit heel fijn op de lippen. Hij plakt niet. Kijk. Top. Echt top, top, top. Echt een fantastische gloss. Next up is wimpers. Ik ontdek niet heel vaak nieuwe wimpers waarvan ik echt denk, wauw. Ik ben altijd wel een persoon die jarenlang doet met dezelfde stijl als ik hem goed vind. Maar ik heb de afgelopen tijd 2 wimpers gevonden die ik echt geweldig vind. En ik ga beginnen met de wimpers die ik ook nou op heb. En dat zijn Kiss Lash Couture Lashes in de stijl Royal Silk. Ik had een paar maanden terug een samenwerking met Kruidvat voor mijn Instagram. En toen hadden ze mij deze gestuurd. En ik had ze opgedaan. En ik was gelijk verliefd. Ze krullen ook heel mooi omhoog. Je ziet ook hier staan curl. En dat is ook echt. Ik vind ze zo mooi. Je kunt alleen nu niet heel goed zien door alle oogschaduw. Maar ze zijn echt heel mooi. En wat ik er fijn aan vind is dat ze zowel geschikt zijn voor een everyday look als een heavy glam look als die ik nou op heb. Dus welke look ik ook maak, deze passen erbij. Nou, toen ik ze had ontvangen heb ik ze echt super lang gedragen totdat het echt niet meer kon. Toen wilde ik ze opnieuw halen en waren ze online overal uitverkocht. Ze zijn letterlijk maandenlang uitverkocht geweest. En ik had me ingeschreven dat je wordt gemaild als ze er weer zijn. Maandenlang gewoon niks gehoord. Echt gewoon 3 maanden. Of zo. En een tijdje terug ontvang ik een mail dat ze er weer zijn op lashaddict.com of .nl, ik weet niet. Dus ik had ze gelijk besteld. Ook niet heel duur. En ik vind ze nog steeds fantastisch. I love it. Maar let wel op, ga ze snel halen voordat ze weer maanden er niet meer zijn. En andere wimpers die ik heb ontdekt is een hele nieuwe brand. En dat is Lola Lashes. Ik heb hier 2 stijlen. De meer naturel stijl is Icons Only. En wat ik zo fijn vind aan dit merk is het zijn letterlijk lash extensions, maar dan gewoon opgeplakt. Ze krullen echt gewoon straight up omhoog. Echt fantastisch. En deze stijl is echt ideaal voor een everyday look. Deze breng ik aan als ik helemaal geen oogschaduw heb opgedaan, want ze zijn wel heel kort, maar wel heel gekruld. En dat vind ik echt fantastisch. En dan heb ik hier de stijl She is Fire. Deze is iets meer lang, maar nog steeds die extreme krul. En deze breng ik aan als ik wel gewoon wat make-up op heb. Ik heb nog nooit een wimpermerk gevonden die wimpers heeft die zo extreem gekruld zijn. Ze krullen echt letterlijk omhoog. Ik ga jullie even gewoon eentje laten zien up close. Kijk even hoe gekruld ze zijn. Dit is toch niet normaal. Kijk die krul. Ze krullen echt helemaal omhoog. Letterlijk als wimper extensions. I love it. Echt fantastisch. Ik was echt in shock van hoe mooi ze zijn. Echt waar. Ik vond het echt fantastisch. Dus jongens, ze zijn te halen bij Pushy Shop. Ze hebben er een aantal.
En ik raad ze echt aan als je houdt van die mooie wimper extension look. Dus zeg maar, echt fantastisch. Dan ga ik verder met foundation. Een foundation die ik al gebruik sinds de dag dat ik hem heb, is de Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation. In de kleur 8 Warm heb ik hem. Ik heb er een hele video ook over gemaakt, waarin ik hem de hele dag heb getest. Sinds die video gebruik ik hem zo vaak. In mijn video's niet heel vaak, want ik wil wel afwisselen speciaal voor jullie. Maar of beeld, gewoon in mijn day-to-day life, gebruik ik bijna alleen nog maar deze. Ik vind hem echt fantastisch. Hij heeft een medium dekking, heel mooi glowy. Het lijkt gewoon alsof het gewoon jouw huid is, maar beter. Het geeft een hele mooie gezonde gloed. Ik vind hem echt fantastisch. Hij is echt de prijs waard. Niet heel duur, maar ook absoluut niet goedkoop. Het is wel gewoon een high-end brand. En ik vind hem echt fantastisch. 30 milliliter, goede hoeveelheid. En je hebt ook gewoon zo'n pump. Ik vind hem echt fantastisch. Er is gewoon niks anders wat nou gewoon op nummer 1 staat voor mij. Dit is echt de beste foundation. En ik heb er ook een heleboel andere video's over gezien. En iedereen is er echt happy mee. Dus het is niet alleen ik. Ik vind hem echt fantastisch. En hij lijkt mij echt geschikt voor elke huidtype. Ik heb normaal te droog, maar mensen met een vettige huid, oudere huid. Ik denk dat hij echt goed gaat zijn voor iedereen. Want dat heb ik ook gezien in die andere video's. I love it. Fantastisch. Dan een eyeliner die ik ook nou op heb. Is de L'Oreal Flash Cat Eye Eyeliner. Ook deze heb ik lang geleden in een video getest. Dit is niet alleen een goede eyeliner voor beginners, maar gewoon voor iedereen. Want hij is geweldig. Ik heb hem ook vandaag gebruikt. Ik heb er een prachtige wing mee gemaakt. Een beetje wel een dunne naturel wing. Maar ook voor een hele heftige wing is hij geweldig. En wat hier zo fijn aan is voor beginners, is dit wat hier op de dop zit. Dit kan er zo af. En je kunt het dan zo hier zo plaatsen. En dan gewoon inkleuren. En dan maak je heel makkelijk zo een wing. Of je gebruikt zo die onderkant om het zo te zetten. En dan gewoon zo aanbrengen. Dus dit deel is echt super super fijn voor vooral beginners. Maar ook gewoon voor anderen die het al wel ook kunnen. Gewoon om het iets makkelijker te maken. Echt super duper handig. En de pen is zo fijn. Kijk, de pen is echt heel dun. Heel secuur. En het is echt super zwart. Zie je dit? Het brengt zo zwart aan. Zoveel pigment. Helemaal niet waterig ook. Gewoon super intens zwart. En hij droogt helemaal mat op. Dus deze is echt geweldig. En ook best wel een lage prijs. Niet al te duur. En hij brengt echt aan alsof je echt 40 euro is of zo. Echt amazing. Dan het laatste geweldige product. En dat is deze foundation poeder van Makeup Studio. Jongens, ik heb hem in de kleur Yellow Beige. Is echt een hele mooie matte kleur. Ik gebruik hem niet over mijn hele gezicht. Hoe gebruik ik hem? Hier zo. Onder mijn ogen. Ik heb hem vandaag ook gebruikt. Wat ik dus heb ontdekt is dat dit geweldig is als pressed poeder voor meer dekking. Ik ga altijd gewoon eerst in met een losse poeder en dan deze eroverheen aan. Wat ik doe is, ik ga gewoon in zo met mijn spons. Ik pak gewoon zo een klein beetje hiervan op en dan druk ik het gewoon zo hierin. Kijk, het heeft echt heel veel dekking. En het maakt het hier zo, zo smooth, jongens. Dat is echt niet normaal. Kijk hoe mooi smooth het hier wordt. En dat doet een losse poeder niet. En deze wel. Dus hiermee ga ik er zo overheen om het extra smooth te maken. En jongens, sinds ik dit doe, is mijn make-up game echt zoveel beter. Kijk hoe mooi smooth hier is. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Maar het is echt fantastisch. En je kunt het ook doen gewoon op alle plekken waar je misschien wat meer dekking zou willen. Ik doe het ook zo af en toe hier op mijn kin. Want dat is echt mijn probleemgebied. Pak gewoon een beetje en breng het gewoon zo aan en druk het in. Ik weet niet per se of ik hem zou aanbrengen over mijn hele gezicht. Want daar vind ik het misschien iets te vol. Maar zo gewoon op bepaalde plekken is het echt gewoon fantastisch. Deze poeder is echt wowie. Geeft echt dekking en maakt het zo smooth. Is echt niet normaal. En ik heb ook een kortingscode voor hun website. Staat beneden in de beschrijving. En dan heb je wat geld ervan af. Want het is niet heel goedkoop. Maar deze echt geweldig. Nou mensen, dit was het dan. Dit zijn alle geweldige make-up producten die ik heb ontdekt de afgelopen tijd. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehaald. Let me know beneden in de reacties of er iets bij zit waarvan jij denkt, dat ga ik echt gelijk halen. I love it. Of iets wat je misschien al hebt. En laat ons weten wat jullie fave producten zijn. Want zo kunnen we allemaal gewoon elkaar helpen. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!